Rond die tijd kwamen wij vanuit het oosten in Jeruzalem en vroegen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? We zagen zijn ster aan de hemel en zijn gekomen om hem cadeaus te geven en te aanbidden. Koning Herodes hoorde dit en schrok, want wie was die nieuwe koning? En waarom wist hij daar niet van af? Hij zei tegen de wijzen dat ze snel het kind moesten gaan vinden. En als je het hebt gevonden, breng het dan naar mij, zodat ook ik hem kan aanbidden. De wijzen zagen de ster weer aan de hemel staan. En ze volgden hem totdat hij stilstond boven de plek waar het kindje was. Daar zagen ze de baby met zijn moeder Maria. Ze knielden neer om Jezus te aanbidden en gaven hem mooie cadeaus zoals goud, wierook en mirre. In een droom werden de wijzen gewaarschuwd om niet terug te gaan naar koning Herodes. Dus gingen ze via een andere weg naar huis.